hebben. Heel veel leuke dingen. Dat beloof ik alvast. Vind je heel veel kijkplezier. De Rossmann begin je altijd bij de minis. En dat is eigenlijk ook wel meteen mijn favoriete onderdeel. Ja, hartstikke handig voor op vakantie. Die gaat mee. Deze is misschien wel handig voor mijn kamer. Want ik heb heel veel last van insecten de laatste dagen. Of ja, muggen gewoon. Ik heb ook een muggenbult op mijn gezicht. Dus dit. Ja, voor in de auto. Maar ja, dit zijn allemaal van die dingen dat ik eigenlijk gewoon helemaal niet nodig heb. Ja, ik had wel zakdoekjes nodig voor mijn auto, dus misschien is dit toch niet zo heel slecht. Ik vind het eigen merk van Isana ook altijd leuk. Gewoon hele andere dingen dan ze weer bij de DM hebben. Ja, deze hebben wij ook bij de Kruidvat. Kruidvat en Rossmann hebben blijkbaar een gezamenlijk iets. Maar ik heb eigenlijk genoeg maskertjes. Hier ook weer zo'n T-zone of V-zone onzin ding. Deze zijn anders duurder, dacht ik. En hier was ook iHeart Revolution. Deze hebben wij nog niet in de winkels liggen. Maar die vind ik ook niet zo heel interessant, moet ik zeggen. En de rest wel. Die hebben we gewoon bij de Kruidvat. Dus. Oh, Zorella verkoop ik hier ook. Het is die Engelse Britse beauty guru. Die heeft allemaal eigen spullen en zo. Dat is leuk. Groot schap van Makeup Revolution. Dubbele van bij ons, superleuk. Ja, die blusjes die hebben wij bijvoorbeeld niet in de Kruidvat, die moeten wij online kopen. Die hebben wij ook niet bij ons. Die hele grote Maxi Reloaded paletten ook online alleen te bestellen. Ik wil daar even bij BH Cosmetics kijken. En zo zie ik toch geen kleuren en er zit geen test erbij, stom. Dit vind ik ook altijd zo'n fijne lijnen van Isana. Hebben echt hele fijne gezichts reinigingslijnen en zo. Trastgel. Met aloe vera. En meestal zit er dan ook vrij veel in. Ja, hier zie je. De tweede regel al zit heel veel van in. En laatst zit er ook heel veel alcohol vaak in de Duitse producten. Deze bijvoorbeeld, ja, dat is gewoon niet fijn. Dat is dweilen met de kraan open. Tonic is dit, maar ook weer alcohol erin. Waarom? Deze heeft geen alcohol, had ik al even gezien. En is derde ingrediënt al zwarte kool van. Vind ik eigenlijk wel interessant. Misschien dat ik die wel meeneem. En die ampullen van Isana, maar die vind ik eigenlijk nooit zo heel boeiend. Ik kan daar niet zo heel veel mee. Mij werkt het niet, laat ik het zo zeggen. En uiteraard ook gewoon niet van jou. Ja, die was nieuw. Dat had ik op internet gezien. Een reinigingsmelk en toner met rozenwater. Maar ik vind dat nooit werken, die 2-in-1 producten. Hier ook weer tweede ingrediënt alcohol. Waarom? Ja, bij ons ook nog niet reinigingsolie. Ik heb nou die roze in mijn mandje liggen. Maar hier zit ook geen alcohol in. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn. Hier zit kokosolie in. En hier macadamiaolie. Maar ja, ook bijna helemaal onderaan. Oh nee, dat valt wel mee trouwens. En de Pigment collectie. Ja, die ga ik meenemen. Daar kan ik niks aan doen, die moet ik meenemen. Hier gaan de spullen er al uit. 50% korting wat eruit gaat. Ik ben blij dat die erin blijft, want dat is een van mijn favorieten. De klutjes gaan er verschillende uit. Oeh, die gaan er ook uit. Dat mag niet. Dat is jammer. Al de loop, dat is ook alleen maar bij de Rossmann. En een ja, Koreaanse trend editie. Oh, hier hebben ze die befaamde Catrice en Essence Limited Editions. Die grote paletten. Oh, die zijn wel heel mooi. Even kijken. Oh, wow. Mooi. Oh, kijk, die hebben ze hier ook. Die neem ik ook mee. Dat is een van mijn favoriete scheerschuim sinds kort. Tijd. Vind ik wel heel leuk, moet ik zeggen. Revlon, Manhattan, daar. Maybelline en een Makeup Revolution Pro schap. Dat hebben wij dus niet. Wij hebben alleen de gewone Makeup Revolution zoals die daar is. Het kan andere producten. Mooi. Een paar deodorantjes maar.
En er zit ook allemaal alcohol in. En die geurige deodorantjes misschien, behalve die sensitive. Maar de rest zit gewoon allemaal alcohol in. En dan snap ik nooit goed. Dan denk ik, waarom? Maar dat is heel veel in de Duitse drogist, alcohol. Wat hier ook zonder aluminium zou, maar wel dat er alcohol in zit. Even zoeken hoor. Oh nee, het valt mee. Maar ja, ook niks wat beschermt. Deze heb ik ook al een keer eerder gehad. En die vond ik toen heel rustgevend. Ik helemaal niet van lavendel hou, maar volgens mij rook deze niet. Nou, rook niet extreem naar lavendel, nog steeds niet. Maar ik heb nog genoeg badschuim. Deze vind ik trouwens ook heel lekker. Die heb ik allemaal liever. Dit is zeg maar wat Balea ook heeft. Allemaal van die lekkere limited editions en zo. Olieparels en altijd allerlei toestanden. Een beetje de gewone lijn. Mierenzoet. Dat is wel alles met dit alles. Altijd mierenzoet. Ik ben benieuwd hoe deze ruikt. Ook mierenzoet. Deze ruikt nog wel lekker. Die is 1 euro. Maar ja, ik heb nog genoeg douchegel. Ik mag het ook niet kopen. Maar al die limited editions zijn zo zoet van geur. En dat is gewoon niet meer mijn ding. Vroeger vond ik het heel lekker. Dit vind ik net afwaswater. Die lemon lime. Oké, deze moet ik een paar meenemen, want die ruikt precies naar die nectarine van Balea van een paar jaar geleden. Die hebben ze niet meer en daar baal ik nog iedere dag van, dus die neem ik mee. Nou, ook wat merken die we bij ons niet hebben. En van Tropical Moon hebben wij deze niet, de ginger wel, want dat is een van mijn favorieten en die hebben we gelukkig nog. Papaya, Night Beauty en komkommer cactus, die hebben we bij ons niet. 3,95 bij ons zijn ze ook duurder, maar wel vaker 1 plus 1. Shampoo, ook allerlei merken die wij niet hebben. Swiss Au Pair, ja, misschien wel te koop, maar ik heb dat nog nooit gezien. Die zijn een eigen merk natuurlijk. En die zijn ook weer spotgoedkoop, net als bij de DM. Altera kennen wij niet, deze hebben wij ook niet. Misschien dat ik die wel eens meeneem, want dit moet een heel sterk beschadigd haar. Kijk wel goed uit. Ja, verf is ook zoveel goedkoper dan bij ons. 3,65 voor Sios. Maar ik heb nog wel genoeg haarverf en eigenlijk doe ik het laatste toch liever bij de kapper. Ik merk dat het toch wel iets beter resultaat heeft. Alles is hier gewoon veel goedkoper. Nou, dus gaat deze eruit, dus het is helemaal goedkoop. Maar ons betaal je er een tientje voor. En ook weer alle merken die wij niet hebben. Speelgoed en spelletjes. Maar daar hoop ik al toch wel even nog mee te wachten voordat ik dat nodig ga hebben. Wel, dit is wel leuk om mee te nemen op vakantie. Maar mijn vriend houdt niet van spelletjes. Deze heb ik eentje. Een escape room spel. Die ga ik een keer met Daphne en met de beide mannen spelen. Sowieso hebben ze in Duitsland vele leukere gezelschapsspelletjes dan bij ons. Vind ik altijd. Oh, dit is de uitbreiding van Uno. Of een compleet nieuw spel. Monopoly in kaartvorm. Ze hebben altijd veel leukere spelletjes dan wij in Nederland. Alleen ik kan de beschrijving nooit lezen. Golly Golly moet. Oh, dat is ook leuk, ja. Dat ken ik. Puzzles. Wasmiddel en dergelijke heb ik allemaal niet nodig. Hoewel het hier ook allemaal veel goedkoper is dan bij ons. Ik doe 2,95 voor zo'n huge fles Lenore. Bij ons betalen voor een kleine fles of zo. Ik kan wel merken die wij niet kennen. En hier heb ik wel iets van nodig. Ik wil een allesreiniger hebben. Oh kijk, maar die is weer duur. Je hebt vast goedkoper, dat moet. Ook van alles van Swiffer. Ik ben echt fan van Swiffer. Ik vind hem gewoon zo makkelijk en zo handig. Hier hebben ze ook die vochtige. Of zijn er geen vochtige? Ja, vochtige doekjes voor dingen. Maar ja, ik heb daar dus al die Swiffer Wetjet voor. Dus die heb ik niet nodig. En ik ben ook heel erg benieuwd naar die dupe van Action. Ook lekkere kaarsen. Meloen en kerstkoekjesgeur. Oh, daar ben ik altijd zo fan van. Maar ik heb genoeg. Oh, zo lekker. Maar ja, ik heb al genoeg van dit soort zooitjes. En mijn moeder klaagt er ook iedere keer over. Kom je nou weer met die kaarsen thuis? Ja. Foutje. Babyspullen hoop ik ook nog even mee te wachten. Wel korter dan met de gezelschapsspelletjes. Dus, of met de spelletjes, als je baby groot wordt, ja, dan koop je spelletjes of speelgoed. En als laatste nog heel veel soorten thee. En vooral ook rustgevende thee en zo. Nou, vind ik dat wel leuk. Ja, groene thee met mango en kokos. Ja.
Yankee Candle, dat wist ik ook niet dat ze dat hier verkochten. Ook niet heel veel duurder dan online. Maar ik vraag me af of het de echte Yankee Candle is, want het logo is, lijkt anders. Wat heb ik er nou alleen maar? White linen and lace. Nog de voetenproducten, die vind ik hier altijd ook heel erg fijn. Maar ik moet zeggen dat ik die van Balea ook, van de Duitse DM, ook heel erg fijn vind. En die vind ik dan weer een beetje duur, want ik heb vaker zo'n voetenmasker gehad met van die sokken. Die nee, echt zo'n toch een beetje duur. Maar de DM zijn die ook goedkoper. Dit was mijn vlog van de Rossmann. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond, dat je er iets aan hebt gehad. Bedankt voor het kijken en ga je tot